ik zat me een beetje af te vragen, maar de naam Spit, is dat wel een Hardenbergse naam? Nee, het is geen Hardenbergse naam. Er zit een contingent Spit en zit er in Oldenzaal. En ze zijn natuurlijk ook voor het hele land al uitgezwermd. En, ja, maar ben je wel geboren? Ik ben geboren Haarlemmer, maar ik ben al heel vroeg ben ik verscheept naar Aruba. Zo. Dus ik heb 12 jaar heb ik op Aruba gewoond. Uh-huh. En hoe, misschien kan je even vertellen hoe je dan van Aruba in Hardenberg verzeild raakt? Even kort. Toen mijn vader na 12 jaar contract in het onderwijs dus weer terugging naar Nederland, toen zijn wij terechtgekomen in Almelo. En daar heeft hij dus jaren gewerkt in het onderwijs. En ik ben vanuit Almelo ben ik gaan studeren in Tilburg voor gymnastiek leraar. En ja, toen ben ik vanuit Tilburg ben ik in Emmen terechtgekomen. Ik ben zwerver wat dat betreft hoor. Yeah. Van Emmen ben ik naar Elburg gegaan. Dan werk ik als sportinstituut bij Defensie. Ik heb 5 jaar als sportinstituut gewerkt. En na mijn Defensietijd was het wat lastig om weer een baan te krijgen. Gymnastiek leraar, dat was een uitstrijdcontrast. Dat was voor geen alleen nut. En dat moest maar weggezameld worden. Ja, in die tijd was dat een ramp. Maar ik was een volhouder. Welke jaren hebben we het dan over? 80. Oké. 1980, rond die tijd. En dus vandaar dat ik 5 jaar bij Defensie getekend had. En toen ik daar eruit kwam, was het iets verbeterd. Maar dan niet eens even, het was optimaal. Dus via invalwerk, schooltjes en kreeg ik daar toch werk in Elburg. En ook vrijwilligers werk gedaan in de zeilerij. Ja. Want ja, dus je leert bij het water. Ja. En van daaruit kreeg ik op een gegeven moment een baan hier. Dus ook weer 23 jaar geleden. Ja. En 24 jaar geleden. In 93 ben ik hier begonnen als gymnastiek leraar. Op het Grijdanus College. Ja. En hoe lang heb je daar gewerkt? 23 jaar. 23? En in het begin waren er 300 leerlingen. Had Jan van Hoek, die had nog 6 uurtjes en ik had de rest van de school. Maar ja, dat is in al die jaren, dat kan je wel zien aan de gebouwen dat er nou staat, is dat vreselijk gegroeid. Ja. Dus van die verleekamer er steeds meer gymnastiek leraren bij. En nu lopen er wel 5, sommige part-time misschien, maar ja. 5 gymnastiek leraren. Maar goed, jij bent inmiddels met vervroegd pensioen, denk ik? Ja, ja, met 60 heb ik er een punt achter gezet en nou, hing de tijd voor, allerlei andere dingen. Ja. Als mantelzorger voor mijn ouders, voor mijn kleinkinderen heb ik dan wat meer tijd. En dan kan ik voor die asielzoekers wat doen, dan kan ik in die cabrio-club nog wat regelen. Dus niet, jij bent geen type om achter de geraniums te gaan zitten? Nee. Dat kan altijd nog. Naast die cabrio-club ben je druk met fietsenproject voor asielzoekers. Ja, ja. En hoe is dat? Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan? Dat is eigenlijk gebeurd in 2015. Oktober 2015 hadden we in de Credanus hadden wij een avond en daar was ook Stichting Gaven bij. En nou, ik denk dat we 150 man waren. En daar kregen wij een hele hoop uitleg over van wat er landelijk al gedaan werd voor asielzoekers. En nou, toen heb ik me opgegeven om daar ook eventueel wel in een werkgroep zitting te nemen. En anderen hebben zich opgegeven om gewoon als vrijwilliger wat te kunnen doen. Nou, toen zijn er al een hele hoop mensen eigenlijk voor te pakken. En die zijn gaan nadenken vanaf zeg maar oktober 2015. Wat kunnen wij doen in die jaartijd voor de asielzoekers? Nou, daar is heel veel uitgekomen. En of dat nou is alle vrijwilligers in een databank zetten of een kinderclub of een kindercrash of noem het maar op. Ja. Ja, maar ja, alles wat je eigenlijk kon bedenken van wat wij voor hen kunnen betekenen, dat is eigenlijk de revue gepasseerd. In een van de eerste, tweede vergaderingen heeft iedereen zich eigenlijk opgegeven binnen die club van 14 man uit die 14 verschillende kerken. Om te zeggen, nou ja, ik voel me daar het meest toe aangetrokken, ik voel me daar het meest toe aangetrokken. Anderen willen met pubers werken of met nou ja, noem maar op. Ja. En nou, zo zijn we eigenlijk in nadenken gegaan. En zo kwamen we op een gegeven moment, hoe dichter we eigenlijk bij de opening kwamen, we kregen steeds meer contacten ook met Liesbeth Kleijsen van de gemeente. Die was eigenlijk manager nou eens in het COA-project. En met haar hebben wij dus eigenlijk gekeken, oké, hoe kunnen we het allemaal om elkaar afstemmen? En de STU heeft natuurlijk zijn databanken met vrijwilligers. Dus waarom zouden wij een databank beginnen met vrijwilligers? Als de STU dat allemaal voor elkaar heeft. Ja. En eigenlijk alles daarvoor voor weet. Ze er niet meer zelf het wiel uit te vinden. Nee. Nou, en zo was er dus ook Sportservice Hardenberg. Die gingen sport doen. En nou, zo werden van die 14 dingen die wij bedacht hadden, werden er steeds minder. Maar een van de dingen bleef onder andere de fietsen. En daar
hebben wij eigenlijk ook toen het asielzoekerscentrum op de Bessemerbergte was, contact gehad met die lui die daar zaten. Van hoeveel behoefte is er aan fietsen? Nou, er is veel behoefte aan fietsen. Ja, je moet rekenen op 200. Hallo, hoe moeten wij dat voor 200 fietsen? Ja. Dus we hebben contact met de gemeente gehad. Ze hebben ons ook gezegd van op het moment dat die fietsen die zijn blijven staan bij stations, als die te koop komen, en dan moet je daarop reageren. Maar ja, dan kwamen we daar en was er een opkoper die had zo'n zwart al opgeladen, bij wijze van spreken. Als wij eerst 25 euro moeten geven voor een fiets en dan nog moeten gaan opknappen, dan wordt die fiets weer dusdanig duur, ja, dat er weer bijt met elkaar. Ja. Maar in de tussentijd dan natuurlijk met alle fietsmakers ook contact gehad om niet concurrerend voor hun te zijn. Hè? Ja, ze zien hun job al weglopen en dan staat er dan eentje voor niks fietsen op te knappen en dan gaan ze daar een fiets halen, niet bij ons. Ja. Dus wij hebben gewoon afgesproken, wij blijven laag in de markt zitten, fietsen voor maximaal 50 euro. Maar het liefst zeg maar zo'n 3 tientjes en dat is ook de gemiddelde prijs waarvoor ze gerepareerd worden. Ja. Oké, en jullie zamelen die fietsen dus in, hè? Ja. Die mensen willen doneren, die ze over hebben. Of, ja. En dan wordt het opgeknapt door vrijwilligers. Ja, die doen dat in hun schuurtjes of in hun garages, totdat wij eigenlijk een werkplaats hebben. Ik heb de hoop in 2017 alsnog een eigen werkplaats te kunnen krijgen, waar asielzoekers samen met Nederlandse vrijwilligers sleutelen aan fietsen voor misschien nieuwe asielzoekers. Ja, er is wel sprake geweest dat mogelijk op het asielzoekerscentrum komt. Dat is ideaal natuurlijk, want dan zit je heel dicht bij het vuur. Dan hebben die mensen daar gelijk hun bezigheid overdag. Ja. Ja, dat is om verschillende redenen is een beetje afgeketst. Of nog niet zo ver gewoon. Dus ik ben gewoon de boer op gegaan. De Hardenbergse uitdaging aan alle middenstanders die daarin verenigd zijn. Ja. Dan hebben jullie misschien 100 vierkante meter over. Ja. En dan voor weinig, hè? Maar ja. Als wij dan op een gegeven moment ook nog een werkplaats moeten gaan betalen, worden die kosten van die fietsen die worden alweer alsnog weer hoog. Ja. Dus ja. Maar ja, voor niks krijg je weinig. Het is een beetje moeilijk, hè? Hoeveel fietsen hebben jullie inmiddels al gedoneerd gekregen als diaconaal platform? Ik denk dat al wel iets in de 85 is, hoor. Dat er in feite al opgeknapt zijn en verkocht zijn in de asielzoekers, maar exact. En is er nog steeds veel vraag naar? Er is vreselijk veel vraag naar. We hebben er op dit moment 8 staan. Deze heb ik vanmorgen nog weer gekregen van iemand die dat stukje in de krant gelezen had. En die bracht, nou, zo'n prachtig mooie fiets. Ik heb in feite alleen 2 ventieltjes hoeven te vervangen. De remmetjes een beetje afgesteld, stuur even vastgezet. Even gekeken of de versnelling werkt, de banden nog gepompt. Ja, hij staat al helemaal klaar. Je hoeft er eigenlijk geen kosten aan te maken. Nee. Nou, zo ideaal krijg je het meestal niet binnen. Hè? Nee, nee. En deze, daar is dan een asielzoeker voor die dat misschien die fiets wil hebben. Ja, ik denk dat deze heel graag, want ze zitten op handvaten te wachten, terugtrappen hebben ze niet zoveel mee. Nou, deze heeft alles wat zij eigenlijk wil hebben. Waarom handvaten en geen terugtrappen? Ja, dat zijn ze kennelijk gewend om het zo te doen en niet zo te doen. Dat is echt typisch Nederlands, hè, terugtrappen. Is dat zo? Ja, kennelijk. Tenminste, daar lopen wij dan tegenaan. Hè? Ja, oké. Dat die fiets met de rug terugtrappen, dat gaat niet zo hard. Dat gaat niet zo hard. Ook al zien ze er net zo mooi uit als deze, dan laat ze hem staan. Want dan moet een handrem aan zitten. Nou, weer wat geleerd. Ja. Oké. Okay. Dus er is wel in ieder geval vraag naar. Dus ja, er is veel vraag. Je zou een oproepje willen doen van mensen doneren een fiets. Ja, als ze dat zou willen, dan kunnen ze dat best even kenbaar maken op het secretariaatsadres. Ja. En secretariaat, werkgroep AZC, even denken hoor, @gmail.com. Mm-hmm. Dan kunnen ze daar zeg maar de fiets opgeven. En dan komt dat berichtje komt vanzelf bij mij en bij Anno terecht. Ik kan Anno even bellen. En dan maken ze een afspraak wanneer de fiets opgehaald kunnen worden. En als hij ze opgehaald heeft, dan zetten ze weer in de werkplaats uit, zodat ze gerepareerd kunnen worden. Dan haalt hij ze weer op. En dan komen ze eigenlijk in de opslag te staan. Want als die vraag van de asielzoekers komt van wij zoeken een fiets. Nou, dan komen ze kijken. En dan staan er bijvoorbeeld 10 dames, fietsen eraan klaar. En dan zoeken ze daar wat uit wat naar vergadering is. En dan komen de volgende 5 eraan en zoeken dan uit de volgende die weer klaarstaan er weer wat uit. Wat heb je eigenlijk zelf met fietsen? Heb je iets met fietsen? Ja. Want je coördineert dit project, maar je sleutelt ook zelf aan? Ja, oké. Okay. Sleutelen vind ik leuk. Ik, vanaf mijn 15 heb ik al aan fietsen gesleuteld aan de blommers van mijn vader. En dat was vroeger natuurlijk normaal. Je moest alles zelf repareren en niks kosten. Nee. Dus op die manier zijn we opgevoed. Dus ik zeg niet dat ik alles met zo'n fiets kan qua versnelling afstellen of weet ik veel wat. Nou ja, dan gaat men ook om lucht of weer. Maar wat ik net zeg, banden op pompen, ventieltjes verwisselen, even afstellen dat remmetjes weer goed zijn en iets vastzetten.
Maar je vindt een beetje ideeën van techniek. Heb je zelf, zit je regelmatig op de fiets? Ik moet eigenlijk nog veel meer op de fiets zitten, maar ik heb zoveel hobby's. Maar je hebt wel een fiets? Ik heb de hele garage vol staan met fietsen. Oké. En kan geen één gedoe meer worden? Een mountainbike, een racefiets, een gewone fiets, een opa en oma fiets. Het is eigenlijk een moederfiets, maar we hebben gevraagd of we ook als opa en oma erom fietsen, nou, dat mocht wel. Oh ja. Dus dan kunnen de kleinkindertjes meenemen. Heb je ook een echte herenfiets? Met een stang ertussen? Ja. Want dat is vandaag toevallig in het nieuws gekomen dat die gevaarlijk zouden zijn, hè? Ja. Heb je daar al iets van gehoord? Nee, heb ik niks van gehoord, maar daar heb jij een nieuwtje voor mij. Ja, nee, was vanochtend op journaal. Een herenfiets is gevaarlijk. Je kan er eerder mee vallen en op een andere manier dan van een damesfiets. Dus niet meer doen met een stang in het midden. Nee. Heb je daar zelf ook... Als ik een kinderzitje achterop heb, dan vind ik mij wel heel hoog. Want ik moet mij zo scheef houden dat kinders wat uitvalt om erop te komen. Ja. Dus eigenlijk ben je het er wel mee eens. Ja. Ik kan hem wel iets bevoorstellen. Ja, okay. Mijn vrouw heeft ook gezegd van zoals jij met die kinderen achterop erop moet gaan klimmen, dat vind ik dan weer niet veilig. Ik zeg maar, dan moet wel, want anders is die opa en oma fietsen gekomen. Ja. Anders kan dat niet goed. Nee.